Hallo en welkom bij de Mulder Trainingsvlog. Vandaag gaan we voor het eerst een rijlesje nemen bij Mulder Training. Kijken hoe dat in zijn werk gaat. De lesauto staat er klaar. Het ziet er goed uit. En we hebben hier het pand van Mulder Training. Het zit naast het pand van Mulder Transport, dus dat is makkelijk te vinden. En dan gaan we eens kijken of we binnen een bekje kunnen scoren. Hallo, goedemorgen. Ja, zeker Fokker. Ik ben Fokker, ja. Blij je te zien, Fokker. Voor de eerste vrachtwagen. Ja, voor de eerste rijles hier. Moet je maar opstaan. Ja. Nou. Gaat dat goed komen? We zullen het afwachten, hè. Je is train maar ervaren. Dus, Oké. Okay. We zullen het afwachten, ja. Ja, hey, mooi. Fokker, ik zie dat je die boeken, theorieboeken allemaal meegenomen. Dat je allemaal achter de rug of moet je nog mee beginnen? Of? Ja, nee, ik heb het allemaal achter de rug. Dat is ook de insteek bij Mulder Training. Meteen je theorie halen, dan kunnen we daarna meteen door met de kijklesje. Vind je goed af allemaal? Ja, ging wel. Even blokken. Het is geen makkelijke kost. Nee, maar op zich, het is wel praktijkgericht natuurlijk. Dus dat is al weer motiverend om ermee door te gaan. En dan geef je goede banen voor de prijs. Hier ga je straks maar rijden. Het is een ding van 10 meter 40 lang, 2 meter 60 breed. Het is een kom-vrachtauto, dus wat breder dan een normale vrachtauto. Ga u even zitten, Fokker. Oké. Okay. Kijken of je erin kan. Ik heb geleerd. 3 punten. Top. We gaan weer beginnen, Fokker. Ja. Yeah. 10 voor 2. Nou, die stoelhouding ook, hè, dat je een beetje rechtop zit. Dat je recht voor je werk zit. Dus niet dat je in de slaaphouding gaat zitten, maar een beetje rechtop. Dat je de pedalen, ja. Kunnen we niet zo gaan rijden? Ja, dat kun je ook gaan rijden, maar dan zet je het examen denk ik wel op Moslem gedrag. Ja, dat moeten we niet hebben. We hebben de zaken een beetje uitgelegd hier, hoe de knopjes een beetje werken. Er zitten veel meer knopjes op en die komen de komende lessen wel naar voren toe. Mm-hmm. Straks gaan we een stukje rijden, even door het dorp heen. Maak even wat bochten, even rotondes naderen en oversteken. Even misschien even een bijzonder manoeuvre om even het voertuig beter te begrijpen. Onze doelstelling is gewoon dat je even contact maakt met het voertuig. En alles wat je erbij kan pakken, daar pakken we er ook even een beetje bij. Nou, dan gaan we lekker een stukje rijden. En kijken of we daar kunnen spijkeren. Nou, dan gaan we rustig oprijden, Fokker. We gaan naar voren toe. Ja, zet ik hem eens in. Vooruit. Eens vooruit. Hand er maar af. Hand er maar af, ja. Dan moet je straks even de uitslag van de vrachtwagen een beetje controleren. Heb je goed gezien? Er staat daar een aanhanger die het zicht een beetje blokkeert. Ja. Maar dan kijken we wel omheen. Veel sturen trouwens. Nou, dan gaan we even zo'n rotondetje naderen. Dan kun je mooi even die in- en uitzwaai bekijken. De inloop komt er binnen toe. Dan pak je even je spiegel voor het fietspadje ermee. Zo mooi zien dat die vraag waar mooi de stoepbal volgt. Maar niet blijven staren, want dan zie je voor je weer niks. Hè. Dus wel een. Ja, blijf voor je... vooruit. Ja. Fokker, je pakt er wel leuk op. Je kan zien dat je er aandacht voor hebt. Straks heb je dat die auto voor je, die gaan afslaan misschien. Dan hou je een beetje in. En het mooie is dat je altijd afstand houdt op degene die voor je rijdt. Het maakt altijd een buffer, een ruimtekussen voor de vrachtauto, dat je kan anticiperen, participeren op het verkeer voor je, achter je rijdt. Iets van een 2, 3 seconden. Nou, maak er maar 5, 6, 7 seconden van. Een heel mooi voorbeeld, voor je dat het een beetje vast hebt de rotonde. Dus je probeert een gaatje te zoeken, zodat je niet hoeft te stoppen. Dus je leest het verkeer voor je, anticipeer je met je snelheid, met je vertraging, met je gas los te laten, met een gedoseerd remmen. Anticipeer zo. Nu heb je voordeel van die afstand die voor je vrachtauto ligt. Je kunt nu straks hergebruiken om door te stromen. Oké, nu moet je beslissing maken. Je kunt mooi je linkerspiegel gebruiken voor je inloop. En daarna weer je inloop voor je rechterkant. Je ziet die auto in de verte komen, wat meer remmen. Wat meer remmen. Wat meer remmen. Wat meer remmen. Die auto gaat nu rijden, die grijze auto. En nu heb je last van. Dan die... Ja. Mercedes. Kijk, en nu stop je bijna op het fietspad. Niet zo leuk voor die fietser. Nee. En nu moet die fiets dus wachten op je. Ik vind het meer een mooi leermoment. Ja. Oh, show. Oh. Nou, die zag je volgens mij niet, Fokker. Nee, die kwam zo opeens uit het niets. Nou, rij maar rustig op. Dat was wel gekke, Fokker, want je zat te kijken, je zat te scannen en toch. En toch een groot busje, ja. Niet de kleinste. Waar zat hij, denk je? Nou, ik zat links en rechts vooral te kijken. Ja, daar was hij vrij. Dus dan denk ik dat hij ja, recht vooruit dan is gekomen. Ja, en precies in die hoek van de spiegel en van de aanspijl. Hm? Nou, hier dus. Ja. Ja, maar een mooi voorbeeld. Nou, Fokker, dan gaan we straks even zien naar rechts toe, naar de visafslag. Mooi terrein.
Nou, dan kunnen we vrachtwagens uitkomen. Daar houden we er ook rekening mee. En dan kun je ook even je linkerkant bekijken straks voor je uitzwaai van die vrachtwagen. Kijk wat die achterkant doet, zie je? Oh ja, die steekt wel hard. Die gaat best wel naar de buitenkant toe. Maar dan gaan we even naar rechts om die vrachtwagen heen. Ja. En dan mag je rechtdoor blijven rijden. Nou, dan mag je even je handrem erop zetten. En even in de neutraal zetten. Dat is keurig. Nou, Fokker, we hebben een stukje gereden door het dorp heen. We hebben rotondes genaderd overgestoken. Wat situaties ontdekt, gekregen, zelf opgezocht. Wat is jouw eerste gedachte? Dat een vrachtwagen best wel veel ruimte inneemt. En dat je van tevoren al vooruit moet gaan denken en anticiperen wat je zegt. Van ja, hoe kom je dan uit? Er was een bocht. Die moest ik met een auto dan delen en ja. Gelukkig ging dat goed. Ja, bij de rotondes ook. Wat is je valkuil dan in deze setting, als je het overnieuw mocht doen? Dan had ik geprobeerd verder vooruit te kijken en wat rustiger te gaan rijden. Ja, te naderen. Ja, vooral ook bij die rotonde. Toen op een gegeven moment stond ik op een fietspad. Ja. En toen kwam er ook nog toevallig een fietser aan, zul je net zien. Ja. En ja, dat voelt dan ook niet zo goed natuurlijk, maar vooral ook niet met dit weer. En kwetsbaar, hè? Dat je die fiets over de hoofd ziet, dat je hem niet ziet, is nogal erger. Ja. Oké, Fokker, we gaan straks een stukje achteruit rijden. Mm-hmm. Je witte lijn aan de zijkant, die kun je volgen in de rechte lijn. Ik hou met je het verkeer even in de gaten, dus jij kan coachen, je kan reageren op dat sturen zelf, op het achteruit rijden zelf. Je hebt ook nog een mooie camera er hangen. Dan kun je zien wat er achter je los is. Als we achteruit rijden, doen we een bijzondere manoeuvre. Nou, doen wij een bijzondere manoeuvre. Doen we de gevaarlijk naar. Nou, weet je toevallig waar die gevaarlijk in zitten? Zoek ze maar even op. Heel veel knopjes hier natuurlijk. Maar hij valt wel meteen op door zo'n rode kleur. Doe die maar even aan. Dan gaan de gevaarlijk in branden. Yes. Dan mag je hem klaarmaken om achteruit te zetten. Dus zijn hand hem eraf en in de reverse. Als de omgeving vrij is, dan mag je beginnen met achteruit rijden. Dan rij je gewoon even achteruit tot aan de vrachtwagen van Cotra, die is hier rechts, die Cotra. Ja. Dat is een mooi referentiepunt voor jou. En dan spreken we af dat je die niet voorbij mag rijden. Maar wil ik zeggen dat we er nu ongeveer zijn. Keurig. Nou, hoe heb je dat bij je ingeschat? Ja, een beetje dat lampje van die achter op de vrachtwagen zit. En dan zie ik dat die Cotra trailer in een parkeervak staat. En die lijn die loopt dan redelijk gelijk nu met de lampje. Nou, nooit voorbij rijden. Dus je kan beter stoppen en uitstappen om te kijken hoeveel je moet. Dan dat je voorbij rijdt en dat je één keer boem hoort. Mm. Ja. Nou, dan hebben we nu de eerste rijles even gehad. We hebben een stukje gereden en mag de vrachtwagen aan de kant neerzetten. En dan gaan we nu even naar binnen, want het is helaas niet zo mooi weer. Dan gaan we binnen nog even de evaluatie doen. Dit was je eerste introductielesje. Evaluatiegesprekken nu eventjes in. We pakken even de lesmap erbij. Er zit wel informatie in voor de leerling zelf. Dus neem het eventjes door, straks thuis. Nou, dit heb je al afgevinkt. Nu ga je die toetsen moet je nog even doen. De besloten treintoets en de praktische toets. Deze blaadjes gebruiken wij om je aandachtspuntjes op te schrijven. De snelheid. Die mag wat lager. Je wil eigenlijk te snel, zoek het niet op. Je creëert eigenlijk zelf problemen en dan word je onderdeel van het probleem. De doorhoek van die A-spel, nou, je hebt een mooie ingreep gehad. Dat is een mooi leermoment, want iedereen denkt van dat dit kun je niet missen, maar je mist hem toch. Dus ook weer een stukje van waarom voorspellen en dat je van tevoren weet wat er zou kunnen gebeuren met die situatie die je zelf aangaat. Het probleem was, al herken je op zich wel die redon. Ja. Alleen het probleem busje had je dus niet gezien. Nee, totdat het te laat was. En wat vond je zelf van de les? Ik vond het wel leuk. Ik vond het in eerste instantie wel spannend. Het is zo'n groot ding natuurlijk. Ik ben bijna aan de sturing. Ik ben blij dat er iemand naast zit die weet wat hij doet. En die kan ingrijpen. En na een half uur wat je dan geautomatiseerd. Je bent wel op dat moment zat je in de fase van nou ik weet wat er loopt. Dus je hebt wel de motorische vaardigheden. Ja. Zo niet, ook niet erg. Dan heb je mooi meer lessen gedaan. Nou, volgende week gaan we met de lessen verder. En dan gaan we meer de rotondes naar en oversteken. Gaan we meer met de spiegels aan de slag, want daar kun je wel niet zien. Dan gaan we meer praktijkgericht een beetje rijden. Tot volgende week.